Maria Isakova is de eerste vrouw die de 1500 meter binnen de 2:30 volbrengt. Het is het enige wereldrecord uit haar carrière. Dat is opmerkelijk, want de Russin was wel 3 keer de beste op het WK Allround. Inga Artamonova is op de mijl de eerste onder de 2:20. Wrang genoeg was Artamonova al overleden op het moment dat haar record verbroken werd. Haar jaloerse echtgenoot bracht haar in 1966 om het leven. Het record van de Russin houdt tot 1969 stand. Dan komt het in Nederlandse handen. In Insel rijdt Anschut 2:18:05. Dan gaat het record even naar Rusland, maar een jaar later herovert Nederland het. Artje Keulen-Deelstra rijdt, ook in Insel, 2:17:02. 1970 was het jaar van haar grote doorbraak. De Friesin, toen 31, won in 1970 het WK Allround. Een prestatie die ze in 72, 73 en 74 zou herhalen. Een absolute laatbloeister dus. Stien Keizer weet het record dan nog enigszins aan te scherpen. Maar de eerste onder de 2:10 is de Russin Tatjana Averina. In 1984 is het wereldrecord enige tijd in het bezit van een andere Russin, Natalia Petrusheva. Maar op de winterspelen van 1984 in Sarajevo gaat die tijd eraan. Karin Enke, die na haar huwelijk door het leven gaat als Karin Kania, is de gelukkige. En nu spoedt Enke voort. Prachtig gezicht trouwens, prachtig. En het versaagt niet, hè? Het gaat maar door, die klappen blijven zo hard. Dit kan niet hoor zo, dit wordt een wereldrecord, absoluut. Nu dan toch even, bijna zichtbaar, die, ja, even inhouden, maar wat een tijd. 2:03:42. Maar het kan nog veel sneller. 3 jaar later zet Kania in Medeo 1:59:30 op de klokken. En die tijd blijft onwaarschijnlijk lang overeind staan. Er zijn een binnenbaan op hoogte en een paar klapschaatsen voor nodig om de tijd van Kania uit de boeken te kunnen rijden. 29 november 1997, 10 jaar en 6 maanden na het record van Kania, beukt Catriona Lemay zich in Calgary naar 1:57:87. 2 maanden later wordt dat record alweer verbeterd. Timmertje, wat ga je doen? Dit kan toch niet goed gaan? Dan moet je exploderen. Wat gaat die hard? Wat heeft die voor plannen? Natuurlijk ligt ze ook ver voor op het schema van het Olympisch record. Het Nederlandse record van Thomas, 1:27:41. Daar zit ze ver onder nog steeds. Meer dan 2 seconden nu en ze zit maar 3/10 boven het wereldrecord. Halve baan nog. Pieter Muller die schreeuwt en schreeuwt. En misschien zo hard schreeuwt dat hij wat meewind bezorgt nog voor Timmer. Daar de streep, nog geen spoor van vermoeidheid. Wereldrecord 1:57:87. Het wordt een nieuw Olympisch record, het wordt een nieuw Nederlands record. Fantastisch, een wereldrecord! Yeah. Wat een gek kind zeg. Wat ging die gek weg, wat een prachtig tafereel. Pieter Muller, Marianne Timmer. Ja, ze zullen het ijs moeten repareren. Maar mag het? Ja, dat mag. De tijd van Timmer houdt echter niet al te lang stand. Nog datzelfde seizoen brengt Annie Vriesinger tijdens de WK-afstanden in Calgary de wereldrecordtijd onder de 1:57. Wereldrecord 1:57:58. Annie Vriesinger ontneemt het wereldrecord aan Timmer en is de eerste die onder de 1:57 schaatst. 1:56:95. Nieuw wereldrecord. Annie Vriesinger uit Insel. Nog 1 keer komt het wereldrecord terug in Nederlandse handen. Daarvoor zorgt Anna-Marie Thomas. Zij is de eerste onder de 1:56. In de 21ste eeuw zijn er tot nu toe maar 2 vrouwen die zich met het wereldrecord op de 1500 meter bemoeien. Annie Vriesinger is in 2001 de eerste onder de 1:55. Cindy Klasse verbreekt in 2005 de 1:54 grens. Vriesinger pakt het record een half jaar later nog even terug. Maar op 20 november 2005 neemt Cindy Klasse een enorme hap uit het wereldrecord. De 1:52 wordt helemaal overgeslagen. Dit kan Klasse toch niet meer laten lopen. Laatste meters. Oh, wat komt hier een tijd aan. Geweldig. Cindy Klasse, kijk toch eens. 1:51:79. Wat is dit zeg. Wat een gat slaat zij met de concurrentie. 1:51:79 tegen Cindy Klasse is geen kruid gewassen. Ja, die tijd zou niet meer staan tussen de mannen tegenwoordig. 1:51. Hoe lang gaat die tijd stand houden?
Nou, inmiddels al een flinke tijd. De 1.51.79 van Cindy Klassen is nog steeds het wereldrecord op de 1500 meter. En het is het oudste van alle huidige schaatswereldrecords.